Dag dames en heren en welkom bij de tweede aflevering van de derde helft. Met vandaag bij mij aan tafel oud-profkeeper en voetbaltrainer John Karelsen. Hij stapte eerder deze maand op bij VC Vlissingen. Tessa Baijens kreeg 16 jaar geleden een zwaar ongeval en droomt nu van de Paralympische Spelen. En de voetbalbroers Karim en Youssef Ben Salam zijn natuurlijk broers, maar ook concurrenten bij Groene Ster Vlissingen. We beginnen zoals altijd de derde helft met het rondje nieuws van het afgelopen weekend. John, wat is jou in de sportwereld opgevallen? Nou, ik heb gisteren met heel veel plezier Feyenoord Ajax zitten kijken. Het was natuurlijk een fantastische wedstrijd om te kijken. Maar wat mij wel heel erg tegenviel was het niveau van verdedigen. Als ik dan bijvoorbeeld die eerste goal zie van Jens Toornstra, de gelijkmaker van Feyenoord. Die staat in de 16 meter van Ajax, staat gewoon 5 meter vrij met z'n tweeën. En zo waren er 3-4 goals bij van Feyenoord, dat ze gewoon totaal vrij stonden en dan in 5-6 meter niemand om hun heen. Dan denk ik van, nou, is dat nou een topwedstrijd in Nederland? Ja, ik dacht, het qua verdedigen echt bedroevend. Als ze dat tegen Real Madrid in de Champions League ook doen? Oh ja, dat ga je wel denken. Ik denk dat iedere trainer uit het buitenland die dat heeft zitten kijken zich kapot heeft gelachen om het een beetje armoedig verdedigen. Ja, Tessa, jouw nieuws van het weekend. We hadden hele mooie Zips kampioenschappen van de reguliere dressuur. Zowel de ponies als de paarden. Het waren gewoon heel leuke kampioenschappen. En zeker ook voor de ponyruiters is het altijd wel leuk. En ook voor de ouderen is het gewoon heel leuk om Zips kampioenschappen te mogen rijden. Dan, het is jammer dat het gelijk met de Jumping Amsterdam was. Maar toch, het was wel heel erg leuk om daar te gaan kijken. Ja, in Nieuwland was het, hè? Ja. Ja. Karim, jouw nieuws van het weekend. Ja, ook uit de wedstrijd tussen Feyenoord en Ajax is de 6-2 van Ayoub. En vooral de manier hoe hij ging juichen en zijn interview na de wedstrijd. Waar dat allemaal vandaan kwam en dat vond ik wel mooi. Ja, want hij heeft heel weinig kansen nog gehad en nu greep hij hem met twee handen. Ja, en elke keer als hij erin komt, dan laat hij ook echt wel zien dat hij, Feyenoord spelen waardig is. En dat heeft hij gisteren ook weer gedaan. En dan de emotie die bij de goal loskomt, dat vond ik wel mooi. Youssef, jouw nieuws. Yes, het Nederlands elftal zaalvoetbal is op dit moment in Bulgarije. En ze maken zich klaar voor een WK-kwalificatie tegen Montenegro, Estland en Bulgarije zelf. Met één Zeeuw, hè? Ja, Said, klopt. Said, en die zit in Indonesië, maar moet dan terug naar Europa om te spelen. Klopt. En jij volgt dat op de voet natuurlijk. Ja, zeker. Ja. We gaan praten met John Karelsen, die anderhalf seizoen trainer was van VC Vlissingen. Deze maand op is gestapt en dat had met tegenvallende resultaten te maken. Maar ook John, omdat jij zei, ik ben niet meer de juiste trainer op dit moment voor dit VC Vlissingen. Waar had dat mee te maken? Nou ja, dat had ermee te maken dat ik anders denk over hoe hoofdklassevoetbal ingevuld moet worden. Ja. Ja. Qua inzet? Nou, qua alles. Qua hoe je de sport beleeft. En kijk, het zijn allemaal topgasten, vind ik echt. Want ik heb ook iedereen een hand gegeven. Ik heb ook met niemand problemen. Alleen ik vind op dit niveau dat er meer voor gedaan moet worden. En als dat door verschillende omstandigheden, dat ligt echt niet altijd aan de jongens, hè, dat niet kan, ja, dan kan beter een ander het gaan doen. Ja, ligt ook aan de club dan of aan jezelf? Nee, maar ze hebben ook allemaal zware banen en we hebben heel veel blessures gehad. En er spelen jongens in de zaal die zwaar moeten trainen 4 keer in de week. Dus dat al met al, als je dat bij elkaar optelt, is het voor mij niet ideaal om daar trainer te zijn dan. Want ik kan niet doen zoals ik het wil. Ja, Karim, jij bent naast zaalvoetbalkeeper ook keeper van VC Vlissingen. Had jij ook het idee dat het een beetje op was tussen Vlissingen en John Karelsen? Ja, je voelt het wel aankomen. Ik bedoel, de resultaten van de laatste weken waren natuurlijk niet best. En het spel op zich ook niet. En ja, het zat er wel een beetje aan te komen. Alleen wat John zegt, het ligt niet altijd aan hem of aan de speler zelf. Het zijn ook nog andere omstandigheden die meespelen. Maar goed, je zag het en je voelde het wel aankomen. Ja, John, is het moeilijk voor iemand die zoals jij jarenlang in het profvoetbal heeft gefungeerd als keeper eerst bij NAC vooral, maar ook bij Newcastle United en daarna ook als trainer in het profvoetbal heeft gezeten om met amateurs te werken? In het begin wel en nog soms wel. Ik ben natuurlijk bloedfanatiek en ja, ik ben zelf, ik heb een carrière gehad puur op basis, niet omdat ik zo'n groot talent was, maar omdat ik gewoon keihard heb gewerkt.
En dat, ja, dat eis ik ook wel een beetje van mijn spelers. Misschien wel te, dat kan ook. Alleen ja, ik doe het op mijn manier en soms werkt het gewoon niet. Wat ik net al zei, soms is de klik gewoon er niet of zijn de omstandigheden niet goed genoeg. En dan kun je door blijven gaan. En dan krijg je alleen maar frustratie en ruzie. En nu is het gewoon op een nette manier allemaal gegaan. En ik gun die jongens alles en ik hoop dat ze erin blijven. Ik ga ook weer lekker verder iets anders zoeken. Ja, in 2012 was jij trainer van NAC, toen ben je daar ontslagen. Dat was je laatste klus als trainer in het profvoetbal. Ja. Ben jij niet iemand die misschien wel elke dag nog zit te hopen dat je weer in dat profvoetbal aan de slag kan? Nou, nee hoor, want als ik dat wil, dan had ik dat best wel gekund. Alleen ik heb er ook geen moeite voor gedaan, want iedereen denkt dat profvoetbal het Walhalla is. Maar dat is het heus niet, want er komt heel veel stress bij kijken en... Dat is echt 24-7 ben je ermee bezig. En natuurlijk heeft het ook voordelen, maar het heeft ook een hoop nadelen. En ik vind bij de amateurs werken vind ik ook fantastisch. En die doen ook kaarten best. En daar maak ik ook leuke dingen mee. En het profvoetbal, ik denk als ik daar moeite voor ga doen, dat ik ook wel terug in het profvoetbal kan komen in een of andere functie. Dus daar gaat het helemaal niet om of ik dat wel of niet wil. Maar ik vind dit ook gewoon hartstikke leuk. Ja, en je bent nu natuurlijk nog aan het werken als trainer. Want je bent ook trainer van de jeugdvoetbalopleiding Zeeland. Van de week zijn we nog even langs geweest. De training was binnen, want er was natuurlijk sneeuw gevallen. Ja. Haal je daar ook nog heel veel plezier uit het werken met die talenten? Ja, heel veel. Kijk, Youssef zit erbij. Ik heb 2 jaar geleden onder 17 gehad. En vorig jaar de onder 19 en nu weer de onder 17. Ja, die 2 jaar geleden, die onder 17, die werden met 13 punten verschil kampioen in de tweede divisie. Ja, dat was een team, dat was echt niet normaal. Dat vond ik echt niet normaal, hoe goed die waren. Die rolden topclubs gewoon met 6-1 op of 4-0 op. Dus daar geniet ik echt van. En dan vooral het niveau van het positiespel, het niveau van de partijen. We hadden ook een paar spelers bij die... wat echt gruwelijke winnaars waren. Hij en Van Hekken, die nu bij NAC Jan Paul van contract Hekken, krijgt. Ja. Johnny van der Pitten, ja, dat waren gewoon toptalenten. En daar geniet ik echt met volle teugen van, ja. Ja, Youssef, is John een goede jeugdtrainer? Jawel. Wat maakt hem een goede jeugdtrainer? Vooral, hij zorgt ervoor dat die laksheid, die vooral bij die EVOZ bij veel teams zit, hij zorgt ervoor dat die er niet meer is. En hij vult zeg maar de... dingen aan. Bijvoorbeeld, iedereen heeft talent als hij bij EVZ zit, anders zat je er niet. En hij zorgt er ook voor dat je ook daadwerkelijk ook echt hard gaat werken. En ik denk dat dat echt de sleutel was van dat jaar bij de onder de 17. En dat zorgde er echt voor dat wij makkelijk kampioen werden. Ja, Youssef heeft over laksheid. Die merk je dus bij... Ik wil u even op inspelen. Ja? Ik denk dat ik soms ook wel eens te hard ben bij JVOZ. Alleen, ik zit niet bij JVOZ omdat iedereen me leuk vindt. Ik zit bij JVOZ om iedereen een schop onze kont te geven en zorgen dat ze hoog terechtkomen. En dat is bij heel veel gelukt en dat kan bij hem ook nog lukken. Maar daarvoor zit ik bij JVOZ. En dat is soms wel eens hard en sommigen kunnen dat tegen en sommigen niet. Er zijn er ook bij die stappen op, omdat ze mij als trainer niet... dat ze dat niet aan kunnen, hoe ik train en hoe ik, dat snap ik ook. Kun je één voorbeeld geven waarvan je denkt van toen was ik te hard, dat had ik niet moeten doen? Nou ja, ik heb met Silvio Haren, die is nu spits bij Ierseke. Ja, daar heb ik vaak ruzie, dat weet je ook. Daar heb ik vaak ruzie mee, want Sil is een fantastische spits. Alleen heel laks en aan de bal doet hij alles en zonder bal niks. En daar krijg je dan vaak woorden over en ook ruzie over en dat liep ook wel eens uit de klauwen. Dan met de koppen tegen elkaar hebben gestaan. Alleen ja, het gaat erom dat hij zijn niveau omhoog haalt. Het gaat niet om mij, want ik vind mezelf niet zo belangrijk. Maar ik wil wel dat iedereen gewoon, als je jong bent, ervoor gaat om het hoogste eruit te halen. En dat botst wel eens. En dat proberen ze natuurlijk in alle sporten. En daarom doen wij ook altijd een kijkje nemen bij jonge sporters in Zeeland. Dit weekend zijn we geweest bij de Rillandia Smashers badminton in Rilland dus. Hoi, ik ben Julie. Ik speel bij de jeugd van BC Rillandia Smashers. En vandaag spelen we tegen BC uit de Neuzen. En we gaan vandaag winnen! Opletten. Dat is het enige jeugdteam dat we hebben ook. En die spelen competitie op zaterdagochtend.
Gaat goed, goed praten met elkaar. Hè? Sommige ballen die zijn zonde. Dan sta je er allebei sta je erbij en dan slaat er niemand. Dat is eigenlijk zonde. Ja, talent in de dop, maar dat ligt vooral aan de eigen motivatie en inzet. Zeker wel, ze zouden zeker wel een stuk beter kunnen worden als ze er eigen in blijven zetten de komende jaren op de trainingen. Dan zit er zeker wel potentie in. Hey! De Rilandia Smashers, de vereniging bestaat 60 jaar dit jaar. En volgende week zijn we natuurlijk weer bij een nieuwe jeugdwedstrijd. Ik ga nu praten met Tessa Baijens, die een ambitieus Amazone was tot in 2002 haar leven op zijn kop gezet werd. Ze ging collecteren voor de Nierstichting, deed dat op haar paard. Maar het paard gleed uit, ze viel er vanaf en belandde in een coma. Ja, Tessa, dat is een heel heftig verhaal in drie zinnen. Kun je vertellen wat er toen in 2002, na die val van dat paard, allemaal met jou gebeurd is? Nou, uiteindelijk toen ik wakker werd, dan word je wakker in het lichaam van de 22-jarige dame. Maar eigenlijk ben je gewoon een kindje, een baby. Ja. Je kan niks meer, je moet alles opnieuw leren. Leren praten, leren eten. Maar het lichaam was inderdaad gewoon deels verlamd. En dat is helaas nog steeds, maar dat zal nooit beter worden. Hersenletsel is iets, een handicap die je niet goed ziet. Maar die je met veel meer mensen eigenlijk hebben. Door een TIA of iets. Maar toch, ja, bij mij is het natuurlijk nog een stukje erger. Ja. Maar toch, ja. Je hebt twee foto's aan ons gegeven van de tijd dat je in coma lag. Ik waarschuw, ik vond het heftige foto's. Je zegt hersenletsel is iets wat mensen niet gauw herkennen. Loop je daardoor ook vaak tegen misverstanden aan? Ja, zeker. Omdat gewoon, soms zeggen we als voor elke ochtend word je wakker en dan moet je kijken hoe je lichaam nog doet. Heb ik vandaag wel kracht? Heb ik geen kracht? Oké, ik heb wel kracht. En dan begin je heel enthousiast met je kinderen aan te kleden of iets jezelf aan te kleden. En op een gegeven moment, dan na een uurtje is het op en dan moet je weer gaan zitten. En dan, ja, zo is het helaas. Vaak zien de mensen alleen maar de goede dingen, omdat je dan buiten huis bent. En dan, ja, helaas zijn mensen heel hard. Toch heb jij ervoor gekozen, ondanks je beperking, om je paardensportcarrière voor te zetten. En dat doe je op een heel aardig niveau. Want je mocht dit weekend meedoen aan Jumping Amsterdam. Maar we zien nu beelden van Stal van Muur in Heinkesand. Want je kon toch niet naar Jumping Amsterdam, hè? Nee, helaas. Mijn jonge paard die was geblesseerd. Helaas waarschijnlijk door een probleem met het vervoer. Want vervoer is eigenlijk alles. Een goed vervoer. Dat is, we moeten heel vaak met de paradressuur heel veel reizen. En als je geen goed vervoer hebt, dan lukt het gewoon niet. Is dat bij jou een probleem, het vervoer? Ja, al jaren. Ik ben gelukkig heel veel door mensen gesponsord. Door gebruik van de trailer, van een auto. Maar nu zegt de bondscoach, zegt ook heel simpel. Je kan een goed paard hebben, je kan capaciteit hebben. Maar je moet ook zorgen voor goed vervoer. Ja. Nou, hoe raakt hij in een trailer geblesseerd dan? Met het opstappen, met het inzetten. Oh. Okay. Dan, zeker omdat 's ochtends om 5 uur soms, 's nachts, moeten gaan laden. Omdat we weer naar Drenthe moeten of die kant. Ja, dat is voor ons zo 3-4 uurtjes rijden. 1 voor 5 minuutjes een proef. En weer 4 uur terug. Dat is eigenlijk gewoon. Kan er niks vanuit de bond geregeld worden dan? Nee, dat moet je echt zelf doen. Vaak is het wel zo dat mensen publiciteit opzoeken, maar dan heb je mensen uit Friesland. Daar wordt het wel voor geregeld, omdat Friesen zijn dan toch vrijgeviger. En Zeeuwen, kijk, de Zeeuwen is... is zuider. Wat zijn juist. Ja. Maar zijn die krenten? En dat is toch, ja. Ja, nee, dat zijn toch wel dingen. Ja. En ik hoop toch echt wel dat er op een gegeven moment gewoon een bedrijf is die zegt van, goh, nou, we willen je ondersteunen erin. Want je wil graag naar de Paralympische Spelen. In Londen was je er al heel dichtbij. Ja. Toen was je reserve, had je eigenlijk al mee kunnen doen. Juist. Maar nu moet het gaan gebeuren, hè? Ja, ik wou zeggen, nu 2 kinderen verder. nu ben ik inderdaad ook moeder. En dan merk je toch dat je als moeder zijnde dat je toch wel een bepaalde relativering dat je toch hebt. Ja. Maar toch, ja, het is wel heel leuk. En nu ben ik zover. En de mogelijkheid is er. En ik, mijn zoontje is 3 en die gaat zo naar school. Ja. Ja. Het zou wel heel mooi wezen, maar daarbij komt niet alleen capaciteit van jezelf aan het woord. Maar je moet een goed paard hebben. Juist. En heb je dat? Ja, aan de ene kant wel, maar je weet het nooit. Ze moet nog heel veel gaan leren. Ze is nog maar 6 en vanaf 6 mogen ze pas meedoen met de paradressuur. En het niveau van de dressuur ligt gigantisch hoog. Ja.
Is het moeilijk om dit vol te houden, ook qua concentratie, wat belangrijk is van dressuur door de handicap die je hebt? Ja, ik ben heel erg afhankelijk van mijn trainers, van mijn begeleiders, van mijn man. Zeker ook van hem. Dat is gewoon heel fijn ook dat hij mijn planning ook wel helpt te organiseren. Ja, voor de Zeeuwse voetballiefhebbers, jouw man is Jan Baaiens, vroeger nog in de hoofdklasse speler van Kloetingen onder andere. Ja, en nu speelt hij inderdaad leuk bij het zaalvoetballen. Een paar klassen lager, maar toch wel. Ze zijn wel zelfs kampioen geworden, vind ik, heel, ben ik heel trots op. Oké, kijk, toch nog actief. Ja. Hoe groot is de kans dat we jou gaan zien op die Paralympische Spelen in de toekomst? Nou ja, dat hoop ik toch eigenlijk wel dat heel hoog is. Tokio ben ik bang dat het gewoon te snel is. Maar je weet het nooit als er een paard geblesseerd raakt, zoals deze keer ook bij mij het geval was. Ja, je weet het niet. Ik sta er en ik laat mijn paard op en ik ben er. Ja, Tokio te kort bij voor je paard, hè? Omdat hij nog jong is en nog moet groeien. Ja, maar het zou een supermooi begin zijn. Echt mooi om voor sponsoren ook om zichzelf inderdaad bekend te maken met de paradressuur. Nou, mensen die een trailer voor Tessa Baaiens hebben om geld of geld om dat te realiseren, die kunnen ons bij ons melden. Want de topsporters moeten we natuurlijk helpen in Zeeland. We gaan kijken naar breedtesport, want ons vaste onderdeel in de derde helft is de kantine. En deze keer is Gianni Tahitu geweest bij Oemoemenu in Middelburg. Ja, we staan hier tijdens deze steenkoude avond op, u kunt het misschien wel zien, op een rugbyveld. We zijn vandaag aanbeland bij Club Oemoemenu. Misschien al eens van gehoord, maar wat voor kantine hebben ze? Is het daar gezellig? Is het sfeervol? We gaan het zien. En ik heb me laten vertellen dat ze op de donderdagavond hier samen na de training met z'n allen gaan eten. Ik ben benieuwd hoe dat smaakt natuurlijk. Ja, die rugbymannen, dat zijn natuurlijk al echte mannen. Stevige kerels. Al helemaal als je gaat trainen, terwijl het hagelt. En hard ook. Zo, dit ziet er echt uit als een prima kantine. Leuke, gezellige groep. Eten ziet er goed uit. Ruikt ook lekker. Ontzettend veel shirts hier hangen aan het plafond. Ziet er ook mooi uit. Volgens mij is er geen één plek meer over waar je nog iets op kan hangen. Biljarttafel, grote biermen, genoeg te doen. Maar toch ben ik benieuwd wat voor soort kantine dit is en wie achter deze gerechten zit. Goedenavond, mevrouw. Met een microfoon mag je overal komen. Gianni, hoi, wie bent u? Inge. Hoi Inge. Hoi. Ik heb vernomen dat u de vrouw bent hier in de kantine. Die alles een beetje regelt hier. Eén van de. Wat voor soort club is Oemoemenu nou eigenlijk? Ja, geweldige club. Ik weet nog dat ik hier voor het eerst kwam. En je wordt gewoon opgenomen en iedereen is welkom. Dus het voelt gewoon goed. Goed, dat is misschien bij iedere club wel een beetje, maar als ik het zo aan de kantine zie. Dat is een sfeervolle kantine. Ja, zeker weten, maar daar doen we ook wel ons best voor. Ik ben vorig jaar begonnen, in april. En ja, je wordt met open armen ontvangen. Het voelt echt als een familie. En als ik achter de cameraman kijk, dan staat er een paal op de dansvloer. Weet je daar al meer van binnen dat jaar? Of, Nee, die wordt zo min mogelijk gebruikt. Zou ik ook zeggen. Meneer de chef-kok, waar bent u mee bezig? Zegt u? Waar bent u mee bezig? Met koken. Kun je voorbeelden noemen wat je zo al kookt dan? Ettensoep, van alles eigenlijk. Pasta's, overschotels. Elke week proberen we wat anders te doen. Dus, En dat vind je gewoon leuk om te doen? Ja, dat vind ik prima. Mag ik even doorgaan? Dat mag natuurlijk. Dan komt de boel gaat het niet goed komen. Misschien een brutale vraag, maar mag ik straks ook een klein beetje proeven? Ja hoor, straks bij de volgende ronde. De van de dames is op en voor de heren gaan we koken. Dan mag je straks een beetje proeven als je wil. Ja. Lekker. Hoef ik niet meer te koken vanavond. Oké, het zijn er vandaag iets meer geworden dan 10. Hoe populair is deze kantine? Robby! 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 119,9. En met bijna 120 decibellen stoot Oemoemenu plaatsgenoot Jeu de Boel Middelburg van de eerste plaats. Volgende week is Gianni in de nieuwe kantine, dus zorg dat ze schoon zijn, want hij kan zomaar bij je binnenkomen. Je broer, maar ook je concurrent. Het is het verhaal van Youssef en Karim Ben Salam, allebei keeper van Groene Ster Vlissingen. Maar ja, er kan er maar eentje onder de lat staan. Karim, hoe is het om je eigen broertje als concurrent te hebben? Ja, concurrent. Ja, het is eigenlijk wel concurrent, maar zo zie ik het helemaal niet. Ik zit gewoon van, laat hem lekker nog een paar jaar erbij zitten om te leren en dan mag hij het van mij overnemen. Heb jij nog zoveel geduld, Youssef, om een paar jaar te wachten? Ja, wel, genoeg. Ben je nog niet beter? Nee, nog niet.
Anders stond ik er wel, hè. Ja, dat dus, hoe is het voor jou om samen met je broer op te trekken rondom trainingen en wedstrijden? Ik vind het heerlijk, om eerlijk te zijn. Ik leer elk moment alles wat ik beter kan doen, laat hij me gelijk weten. En elk moment leer ik. En dat is denk ik perfect nu ook, omdat ik nog maar 18 ben. Is het denk ik perfect om nog steeds te leren. Ja, hier zien we wat beelden van jullie training. Jij 18, Karim jij bent 25. Heeft hij ook een beetje het keeper van jou overgenomen? Je moet hier trouwens een rondje lopen. Ja, ik niet. Hij moet hier een rondje lopen. Want we hadden een duelletje tijdens een oefening, tijdens de training. En hij wilde een beetje stoer doen en met zijn links gaan afwerken. En toen heeft de trainer gezegd van, als je mist ga je 2 rondjes lopen. En ja, hij heeft gemist, dus dan moest hij even lopen met zijn donder. John, je kent ze goed. Met Karim natuurlijk bij VC Vissing gewerkt, bij Youssef, met Youssef bij de JVZ. Wat voor jongens zijn dit? Fanatiek. Snel, allebei, op de lijn. Dat heb je natuurlijk ook in de zaal nodig. Ik denk dat Karim is heel sterk 1-1. Ik denk dat Youssef iets allrounder is. Want die is ook iets langer. Met hoge ballen is hij iets beter, denk ik. Maar hij heeft weer af en toe dat hij een beetje te overmoedig wordt in wedstrijden. Dat hij altijd iets wil laten zien. En dat moet je als keeper niet altijd willen. Ze zijn allebei op de lijn. Zijn ze natuurlijk bloedsnel allebei. Ja. Ze hebben een katachtige reflex allebei. Dat is de mening van John. Jullie krijgen nu bij Groene Ster training van Diana van Gelderen. Zelf oud handbal international, maar nu keeperstrainer bij Groene Ster. Ja. En ook aan haar hebben we gevraagd wat zij van de broers Ben Salam vindt. Hele ambitieuze jongens. Jongens die heel graag willen. En waar heerlijk mee te werken zijn gewoon 2 sponsors voor me. Wie is nou de beste? Dat zijn hele lastige. Ze zijn in elkaar gewaagd. Het is zelfs zo dat Youssef momenteel niet hijgt in Karim's nek, maar bijt in Karim's nek. Dus heel moeilijk om daar een best uit te kiezen. Maar de jongste heeft misschien wel het meeste talent? Die heeft ontzettend veel talent en die gaat er ook zeker komen. En het ligt een beetje aan zichzelf hoe lang dat nog gaat duren. Maar dat is inderdaad een groot talent. En de oudste die laat niet zomaar het kaas van zijn brood eten? Nee, zeker niet. En die heeft een stuk ervaring. Hè? Dat spreekt dus ook in zijn voordeel natuurlijk. Bij de vraag, heeft Youssef het meeste talent? Zag ik jou hier in de studio knikken, Karim? Ja, zeker. Ik zeg het zelf ook altijd. In potentie kan die echt misschien wel 10 keer beter bewijzen van. Dus als hij gewoon zijn ding doet en geen gekke dingen gaat doen, dan komt hij er zeker wel. En wat kun jij hem vooral bijbrengen? Want jullie trainen altijd samen. Ja, klopt. Wat Diana net zegt in het interview. Ik heb die stuk ervaring. Ik zit al sinds mijn 16e, denk ik, bij Groen Ster. En dat is al bijna 10 jaar. Ja, gewoon, je moet gewoon soms rustig blijven. Wat John ook zegt, soms raakt hij overmoedig. Dan wil hij als soort van nummer 10 gaan spelen en de beslissende paas gaan geven. Terwijl hij gewoon de ballen eruit moet halen. En als hij zich daar alleen op focust en niet met randzaken gaat bemoeien en nadenken, dan is hij echt goed. Ja. Hoe is het voor jou om zo'n bijzondere band met je oudere broer te hebben? Zowel privé, want ik heb gelezen dat jullie zelfs in dezelfde kamer slapen, als op het veld. Klopt, ja. Hoe ervaar ik dat? Ik weet niet. Het is gewoon prachtig eigenlijk. Het is ook niet dat je dat elke dag meemaakt, tenminste iemand anders. Dat je dat elke keer hoort. En ik denk dat zowel op sociaal gebied buiten het voetbal om en binnen de velden, dat alleen maar pluspunten heeft voor mij. Ja, jij zit ook in Jong Oranje. Wanneer is je komende wedstrijd? Klopt. Ik heb 10 februari, dan hebben we een oefeninterland tegen België. De voorbereiding voor het EK-kwalificatie. En dat is in maart. In Slovenië, tegen Slovenië. Cyprus zat erbij en Azerbeidzjan. Mooie uitdagingen. Zeker. Karim, jij speelt op het veld bij VC Vlissingen en dus ook bij Groene Ster. Geblesseerd afgelopen weekend. Denk je snel terug te zijn? Ja, toevallig zijn we dit weekend zowel in de zaal als op het veld zijn we vrij. Dus ik heb nog lekker een week om te herstellen. En ik denk wel dat ik er volgende week weer bij ben. Sleutelbeenblessure. Ja. Ja, gebeurde vorige week zondag in de wedstrijd met VC Vlissingen tegen Unitas in een duel. Ja, was voorzitter, ik pak de bal, maar ik kwam in botsing met de spits en was een beetje ongelukkig. Ja. Tessa, wanneer beginnen voor jou de wedstrijden waarin je moet gaan plaatsen voor de Olympische Spelen? Even kijken, Nederlands kampioenschap is eind mei dit jaar. Oké. Okay. Dat zou voor het EK zijn, maar volgend jaar is pas voor de Paralympics. Dus ja, dan
Eens kijken hoe het ervoor gaat. Ja, maar het is belangrijk om in beeld te blijven bij de bondscoach, denk ik. En te laten zien zeker. Dat je goed bent. Ja. Dus vandaar dan proberen zoveel mogelijk wedstrijd te rijden. En dat gaat heel Nederland door. Maar ja, we moeten er wel zijn. En ook als ze vraagt om een training naar Arnhem te komen, dan moeten we er wel staan. Ja. En daar hebben we vervoer voor nodig. Dus, die oproep is gedaan, dus hopelijk komt daar antwoord op. John, wanneer maak jij je nieuwe club bekend? Binnenkort hoop ik. En wat is binnenkort? Er zijn nog een hoop clubs vrij. Ik kijk natuurlijk ook in Brabant. Er zijn er nog heel veel vrij. Dus, maar de combinatie maken met de JVOZ is voor jou belangrijk? Ja, dat zou wel ideaal zijn. Ja. Dat blijf ik gewoon heel leuk vinden. Dus ik hoop dat dat kan. Dan gaan we zien of dat lukt. Dit was de derde helft voor vanavond. Ik dank u hartelijk voor het kijken. We zijn er natuurlijk volgende week weer. En dan zit hier onder meer aan tafel schaatser Niels Messu. Voor nu nog een hele mooie avond.